Dames en heren, ik dacht ik ga een verhaal vertellen over hoe het vroeger bij mij thuis was. Mijn moeder, Irene, die werd na haar afstuderen wetenschappelijk medewerker aan de UvA. Dat heette toen nog de gemeentelijke universiteit. En ze werkte als wetenschapper vol passie aan onderwerpen als gelijke behandeling, toegang tot de dienstbetrekking, de positie van de zieke werknemer. Later werd ze lid van de Emancipatieraad en werd ze ook lid van de SER. Ik wil daar een eerste lichtbeeld van vertonen. Even kijken of dat werkt. U ziet hier de Emancipatieraad in 1982. Die mevrouw rechts, dat is mijn moeder. Ze is aan het nadenken. En op dit moment hebben ze net hun advies gepresenteerd over de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Enorm belangrijk thema in haar leven. 1982, ik was, Sophie die weet het, hoe oud ik toen was. Ik was 8. In de SER deed ze ook onderwerpen die haar aan het hart gingen. Gelijke behandeling, de toekomst van de sociale zekerheid. En was in die jaren, in de jaren 80, was het nog net iets ouderwetser dan nu. Dus er waren ook werkgevers die zeiden mevrouwtje tegen haar. En als iemand mevrouwtje tegen haar zei, dan onderging ze dat ijzig, maar ze vergaf het ze nooit. Ze heeft me vaak geciteerd hoe dat dan ging. En als zij geen zin had om naar een receptie te gaan, of een borrel, of een dinertje, u weet dat is een belangrijk onderdeel van onze netwerkcultuur, dan zei ze, nee, ik moet nog strijken. Het meest verwarrende van die smoes was dat het ook nog waar was. Ging ze thuis strijken en dan zetten ze muziekje op. Ze hebben haar altijd heel excentriek gevonden, want ze rijdt op een vouwfiets, ze kan immers geen auto rijden en ze kon de meest ingewikkelde sociale zekerheidswetten uitleggen aan de hand van een appeltaartmetafoor. Maar wat ze echt vreemd aan haar vonden was natuurlijk dat ze vrouw is. En toch al maar dat werk deed, dat serieus was. Voor haar kinderen, voor mij, voor ons, was soms voelbaar dat ze zich schuldig voelde. Omdat ze alles tegelijk moest zijn. In het huis waar wij opgroeiden in Den Haag was de zolderkamer was haar studeerkamer. En daar stond zo'n prehistorische computer met van die hele grote floppy disks die echt nog flopten. En daar schreef ze de proefschrift op. En zo nu dan verdween er dan een hoofdstuk. Ik herinner me nog wat dat teweegbracht. Dat ging zo, die verdwenen, dan moest ze opnieuw beginnen. De andere helft van die kamer, dus waar de computer niet stond, daar waren allemaal jurisprudentiebundels met microscopisch kleine en onleesbare aantekeningen. En zodra het vakantie was, gingen we met de trein, met z'n allen, naar het Volkenkundig Museum in Leiden. Of naar het Rijksmuseum, naar de poppenhuizen kijken, wat mijn zusje zo mooi vond. Een generatie eerder, de moeder van mijn vader, mijn grootmoeder van vaders kant, een hele sterke, krachtige vrouw. Een ijzeren wil, waarvan ik altijd heb gehoord dat ze in de jaren het concentratiekamp zo sterk was dat ze ervoor zorgde dat haar dochtertje toen het overleefde. Maar dat betekende niet dat ze begrip had voor haar schoondochter. Iedere keer als we daar waren, op een bezoekje, dan zei ze, kind, moest je niet werken? Daar zat stapels van verwijt. Dat het toch treurig was gegaan in de familie dat haar schoondochter moest werken. Toen wij allemaal oud genoeg waren om naar de middelbare school te gaan, toen kon mijn moeder eindelijk professor worden. Ze had al die tijd het allemaal gecombineerd, toen kon ze eindelijk professor worden. Aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, nu de Radboud Universiteit. En om daar professor te worden moest je verklaren katholiek te zijn. En je moest verklaren dat je daar ging wonen. En dat laatste heeft ze van ganse harte ondertekend, maar ze zei meteen, dat doe ik natuurlijk nooit. Dan moeten we maar ontslaan, maar ik ga natuurlijk niet mijn gezin opgeven. Ik kijk dan nu naar 2014. Kijk waar we nu staan. Als ik naar mezelf kijk, mijn vrouw en ik proberen de taken evenwichtig te verdelen. Mijn twee zussen zijn stoere vrouwen met een gezin en een mooie baan. En het hoogtepunt natuurlijk van 2014, de echte ultieme doorbraak. Het schijnt dat er vandaag voor het eerst een mannelijke spreker is op het Opzij Top 100 festival. En dat laatste roept natuurlijk de ultieme vraag op. Wie heeft er nou het meest geprofiteerd van
van die succesvolle feministische golf? Wie heeft er nou uiteindelijk het meeste baat gehad bij al die strijd die is geleverd? Dus mijn antwoord, de man. Als ik aan mijn vader denk, die mijn hele jeugd als een hardwerkend advocaat heel veel van huis was. En die als hij er was, s'avonds aan onze eettafel, kromgebogen, over jurisprudentie met een groen pennetje aantekeningen zat te maken. Die hij dan verzamelde in multomapjes. En die multomapjes vormden met elkaar een hermetisch systeem dat niemand kon ontsluiten behalve hij. En ook als hij iets voor ons moest opzoeken, er was een verzekering kwijt en zei hij, kijk maar onder de P van verzekering. En dan kwam er zo'n multomapje. En tussen de aantekeningen wist hij het dan te vinden. En als hij er was, dan keek hij soms op en dan vroeg hij, hoe was het op school? Ik herinner me de razernij van mijn jongste zusje als hij dat een paar keer te veel achter elkaar gevraagd had. Zonder het antwoord te registreren. Toen mijn moeder professor werd, leerde hij pasta koken. En zijn compagnons op kantoor die keken hem er meewarig om aan. Dat het toch zo was afgelopen met die arme Bram. Vandaag de dag staat hij regelmatig op het schoolplein. Om een van mijn jongens op te halen. En als ik 's avonds thuis kom, vertelt hoe het geweest is. Dan zie ik in zijn ogen hoe mooi hij het vindt. En hoe blij hij voor mij is dat ik niet hoef te missen wat hij miste. De man die op zondag het vlees snijdt, ik denk dat hij niet meer bestaat. Het kan een uit de hand gelopen Masterchef-kijker zijn, maar voor de rest, het is er niet meer. En ik prijs me gelukkig dat mannen nu ook mogen opvoeden. Ik ben dankbaar dat het juk van het kostwinnerschap is afgeworpen. Mijn opvoeding door een geëmancipeerde, feministische, linkse moeder en een beschermende, idealistische, liberale vader heeft mij gevormd tot wat ik ben. Resistent tegen vrouwentranen. Maar ook tot in het diepste overtuigd dat ieder mens het recht heeft om te woekeren met zijn talenten. Om zijn carrière na te streven. Om daarin tot het uiterste te gaan. Zonder dat van iemand gevraagd mag worden om zijn of haar ouderschap op te geven. Om zijn of haar familiegevoel daarvoor weg te duwen. Toen ik minister werd, heb ik me heilig voorgenomen om te proberen al die mensen te helpen die arbeid en zorg proberen te combineren. Proberen dat makkelijker te maken. En vorige maand nam de Tweede Kamer mijn wet aan. Wet arbeid en zorg. Met daarin vaderverlof. 3 dagen onbetaald. Ten opzichte van de 2 dagen die we al hadden. Dus we zijn nu bij 1 week. We zitten nu niet meer op het niveau van Sudan in de ranglijsten. Maar we komen langzaam in de buurt van Roemenië. Maar het was een gevecht. De werkgevers waren furieus. Echt furieus. Het was alsof ik terug was in de tijd van ja, ja, mevrouwtje. Waar heb dat voor nodig? Dat regelen we met elkaar. In die wet staat ook meer ruimte voor mensen die kinderen krijgen die te vroeg geboren zijn. Meer verlof voor meerlingen. Een uitbreiding van het zorgverlof. Als je een naaste wil verzorgen, ook als het geen directe familie is. Dus ik ben ongelooflijk trots dat die wet er is. En ik heb me verbaasd over die tegenstand, maar me ook gerealiseerd dat we het zullen moeten hebben van stappen. Ook al zijn het soms kleine stappen. En dat het de moeite waard is om daarvoor te vechten. Ook dat heb ik van mijn moeder geleerd. Het belang van wetten, van gestolde gevechten soms in wetgeving, sociale wetgeving, om mensen te steunen in hun emancipatie. En dus is dit een begin, een stap, maar we zijn er nog niet. Want we weten wel dat naast wetten die soms in de weg staan, er natuurlijk ook praktische bezwaren zijn. En weemoedigheid. En knellende rolpatroon. De manier waarop we naar elkaar kijken, de manier waarop we met elkaar omgaan, de manier waarop soms ongemerkt verwacht wordt dat hij dat doet en zij dat. En die zullen we dus ook moeten doorbreken. En daarom denk ik dat ik, hoe trots ik ook ben op die wet, een jaar geleden meer gedaan heb voor de emancipatie. En dat volstrekt, maar dan ook volstrekt onbedoeld en ongewild. U ziet hier de voorpagina van de Telegraaf van 13 november vorig jaar. Daar staat Lampiondag Asscher wekt vrevel.
Lampiondag, Asscher wekt wrevel. Wat is dit? Dit is een Haagse aanval in de rug. In het artikel worden anonieme fractievoorzitters geciteerd uit de landelijke politiek. En het ging over dat ze er schande van spreken dat ik naar huis was gegaan om Sint Maarten te vieren met mijn jongens. Ik geef u twee citaten die weergeven, die een beetje de teneur van dit artikel geven. Het is hier geen kleuterschool. Vond ik een fantastisch commentaar, omdat het zichzelf onmiddellijk ontkracht. Ook bij de onderhandelingen over het begrotingsakkoord, die duurde 3 weken tot diep in de nacht, had Asscher de indruk gegeven liever bij zijn gezin te zijn. Ik beken. Toch is een Haagse aanval op zichzelf niet interessant. Want helaas vinden die iedere dag plaats. En zelfs niet omdat die ging over mijn keuze om niet alleen vicepremier te willen zijn, maar ook vader. Veel opmerkelijker en veel hoopgevender was de taxatiefout van de Telegraaf. Dit was de voorpagina. En men zat handen wrijvend te wachten wat deze rel zou gaan opleveren. En op de website van de krant en op Twitter reageerden juist de meeste mensen heel positief. Misschien wel 70-80% van de mensen zeiden, laat die man 1 keer naar zijn kinderen gaan. En als op de website van de Telegraaf het geschamper op politici achterwege blijft, laat staan op linkse politici, dan is er, dames, iets heel bijzonders aan de hand. Het werd zo extreem dat de Telegraaf geen andere keuze had dan een nieuw artikel. Diezelfde middag op de website. Het oude artikel zakte razendsnel naar onder en daaronder verscheen, daarboven verscheen, veel steun voor papa Asscher. U ziet het nu niet, maar ze hadden er toen een foto op waar ik stralend op sta met 2 duimen omhoog. Dit jaar twitterden opvallend veel politici dat ze bij Sint Maarten waren. En dit brengt me bij vandaag, naar u, naar deze avond. Ik denk dat we allemaal weten dat emancipatie niet verder komt als ze niet door durft te zetten in het doorbreken van al die klemmende oude patronen. Dat de volgende fase alleen maar een succes wordt als mannen en vrouwen daar samen voor gaan. Omdat alleen dan echte gelijkheid mogelijk is om te zorgen dat mensen allemaal hun leven en hun werken kunnen combineren. Dus alsjeblieft geen feministische meetlat meer waarin pochende mannen mogen vertellen over zichzelf. Alsjeblieft. Waarin je als man een voldoende scoort als je je eigen overhemd strijkt met mouwplankje. Alsjeblieft, laten we dat achter ons laten. Die lat mag hoger. En als het nieuwe feminisme er ook voor mannen is, dan kan ik mijn 3 zonen geruststellen dat ze ook mee mogen doen. Dat ze ook een bijdrage kunnen leveren. Ze groeien op in een wereld waar geen vrouwelijke held te vinden is in een domein van Lego en Star Wars en Bob de Bauer. Er valt nog zoveel onderdrukking te bestrijden buiten Nederland. Maar er valt ook nog zoveel vrijheid te winnen in Nederland. Daar wil ik graag aan bijdragen. Voor vrouwen en voor mannen. En voor de toekomst van mijn kinderen. Zodat zij ook in vrijheid hun keuzes kunnen maken. Net als hun toekomstige partners. Dank u wel. We'll be right back.